Paul, wat zijn die twee plekken eigenlijk, dit en dat? Dit zijn de twee heuvels, de Duivelsberg en deze hoort er nog bij. Daar heeft een burcht gestaan, een mottenburcht zoals dat heet. En daar moet je je een soort versterkte toren bij voorstellen. Maar je hebt vast een verhaal. Ja, want degenen die daar verantwoordelijk voor zijn en die er waarschijnlijk ook geweest zijn en misschien wel gewoond hebben, dat was nogal een bijzonder stel. Zal ik vertellen? Ja! De burcht hier is gebouwd door een echtpaar. Adela en Baldrik heten zij. En Baldrik was een beetje een ambitieloze sukkel, om heel eerlijk te zijn, terwijl Adela wel hield van een beetje macht. En toen zij op een dag hier stond uit te kijken over het gebied waarover zij maar wat graag wilde heersen, ontmoette zij hier de duivel zelf. En die beloofde haar te helpen in de strijd. De strijd die haar man moest gaan voeren met zijn voornaamste concurrent, Wichman. Baldrik kon prefect worden. Zeg maar opperbevelhebber, de hoogste functie onder de keizer. Maar dat wilde hij helemaal niet. De concurrent van Baldrik werd uitgenodigd om zogenaamd over vrede te praten hier in de burcht. En Adela had een beker wijn vast vergiftigd, zodat Wichman het niet zou overleven. Maar Baldrik, die dat wist, kreeg op het laatste moment wroeging, gooide de wijn weg en Wichman overleefde de aanslag. Maar toen Adela dat wist, wachtte ze hem op aan de voet van de burcht. En geholpen door de duivel zelf stak ze hem een mes tussen de ribben. En toen de keizer vroeg, Baldrik, ben je klaar om perfect te worden? Zei Baldrik, nee heer, en vertelde wat er was gebeurd. De keizer werd woedend. Ze nam Baldrik en Adela alles af wat ze hadden, ook de burcht die hier stond. Baldrik verhuisde naar Tsifli, daar zo. En daar stierf hij uiteindelijk en daar ligt hij begraven. Maar de straf voor Adela was zwaarder. Zij mocht nooit meer iets anders bezitten dan de kleren die ze droeg en het eten dat ze van andere mensen kreeg. Zij zwierf uiteindelijk naar Keulen en stierf daar. Berooid en eenzaam, terwijl de duivel in haar oor fluisterde dat er een warm plekje in de hel voor haar was.